De spoedeisende hulp SEH van het Academisch Ziekenhuis heeft net als vele andere organisaties een jaar vol uitdagingen achter de rug. De economische situatie van het land heeft het zeker niet makkelijk gemaakt voor de instelling. Volgens SEH-coördinator Volsia Poese hebben alle periodes hun ups en downs. De SEH heeft dit jaar wel twee diepe dips gehad, geeft ze aan. In het eerste geval een bewaker van het bewakingsbedrijf werd neergeschoten op de spoedeisende hulp. En we hebben pas twee weken terug ongeveer een collega verloren. Dus dat zijn twee dips geweest. Er zijn natuurlijk ook periodes geweest van dingen die goed gingen en een heleboel dingen die we hebben kunnen realiseren. Of waar we nu mee bezig zijn, plannen uitwerken. Dus zoals elk jaar natuurlijk, zijn ups en downs. Want al met al zou ik zeggen van, we zullen niet klagen, we hebben die twee grote dips gehad. Maar dat heeft ook gemaakt dat we als team eigenlijk sterker eruit zijn gekomen en beter met elkaar zijn gaan samenwerken. Heeft de economische situatie misschien ook een beetje paten gespeeld met betrekking tot de dienstverlening van de afdeling? Toch wel. We hadden verpleegkundigen uit de Filipijnen. Grote hulp voor ons, aangezien wij tekort aan eigen krachten hebben. Gezien de economische situatie hebben we een heleboel ervoor gekozen om weer terug te gaan naar de Filipijnen of elders een baan te gaan zoeken. Dat is wel een tegenvaller geweest. Aan de andere kant, ja, af en toe merken van er is minder materiaal voorradig, omdat er minder ingekocht kan worden gezien de verhoogde prijzen van spullen. Maar desalniettemin hebben we toch geprobeerd met de middelen die er voorhanden waren, zo goed als mogelijk de patiënt te hulp te staan. Poese zegt verder dat het komende jaar zeker ook zijn uitdagingen zal hebben. Zij hoopt wel dat het land verder bespaard blijft van onder meer drastische verhogingen, want daar heeft geen enkele sector baat bij. Gezien de situatie in het land denk ik van, we moeten hopen dat het beter gaat. Laten we hopen dat de koersen niet verder de lucht in gaan, want anders gaan weer alle prijzen de lucht in en wordt het nog moeilijker om personeel hier te houden en voorraden aan te kopen als dingen veel duurder kosten. Je merkt het ook in de huishouding, ga je minder kopen. Je gaat echt rantsoeneren eigenlijk van, oké, dit heb ik nu nodig, dus ik ga het nu halen. Dus het is hopen dat het beter gaat in het land. En als het beter gaat in het land, gaat het beter met ons allemaal, ook met het ziekenhuis. De verwachting is wel dat we in 2017 gaan starten met renoveren van het ziekenhuis. Daarvoor staan de plannen al helemaal overeind. En ook afspraken met financiële instellingen, leningen, die staan overeind. Dus de verwachting is wel dat in 2017 er gestart gaat worden met renoveren van het beddenhuis en het AZP. En dat we hopen dat we daarmee de gemeenschap beter tegemoet komen. SEH-coördinator Volsia Poese. De spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis heeft net als vele andere organisaties een jaar vol uitdagingen achter de rug.